leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik maak vandaag koekjes. En ik maak niet zomaar koekjes, nee, het zijn kaneelkoekjes in de vorm van een ster. Ben je nou benieuwd hoe ze gaan worden? Blijf dan zeker kijken en laten we gauw beginnen met de ingrediënten. Nou, wat heb je allemaal nodig? Je hebt nodig boter, bloem, witte bastardsuiker, kaneel en een ei. En verder heb je nog nodig een ster, een mixer, een bakplaat met bakpapier en een kom om de deeg in te maken. Ik verwarm alvast de oven voor op 175 graden. Het is eigenlijk een vrij simpel gerecht, want de bloem mag gelijk in de kom. Net als de suiker, de eetlepel kaneel, het ei. En de boter die in stukjes is gesneden. En als laatste mag er ook een snufje zout in. En dan zitten alle ingrediënten erin en is het tijd om alles te gaan mengen. In de mixer heb ik deeghaken gedaan. Speciaal is dat voor om deeg te maken. Het deeg is nu klaar, dus nu maak ik er even een bal van. En dan leg ik die daarna op het aanrechtblad neer om er hem uit te gaan rollen. Ik bestuif het aanrecht met wat bloem, zodat de deegrol zo niet aan het aanrecht blijft plakken. De lap is nu dun genoeg, dus ik ga er nu sterren uithalen. En die leg ik dan gelijk op de bakplaat. De rest van het deeg kneed je weer samen tot een mooie bal en rol je opnieuw weer uit. En zo ga je dan steeds door, net zo lang tot het deeg helemaal op is. De eerste bakplaat is inmiddels vol, dus die gaat alvast de oven in. En ze mogen de oven in voor ongeveer 10 minuutjes. De eerste lading is inmiddels uit de oven. Je moet even op het rooster laten afkoelen. En de tweede lading zit erin. Dus nu is het even wachten totdat die klaar is en dat koekjes zijn afgekoeld. En dan kan ik ze gaan proeven. De koekjes zijn inmiddels allemaal afgekoeld. En het is dus nu de hoogste tijd om te gaan proeven of ze ook lekker zijn. Zo zien ze eruit. Ik vind ze heel erg leuk om te zien ook. Ja, dat is best wel lekker eigenlijk. Hij is niet te zoet en de kaneel die overheerst ook niet. Ja, best wel een lekker koekje. En dan sluit ik bij deze de video af. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken naar deze video. Zo ja, vergeet dan niet om je duimpje omhoog te doen. En om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer. Doei doei!